Lekker. Door Shell's winstgevende oliewinning werd de Niger-delta een van de meest vervuilde gebieden ter wereld. And when the spill occurred, came all the way from that place to destroy our environment here. That people should not drink water here. They should not even fish. Dat is voor mij onacceptabel. De Nigeriaanse bevolking wordt groot onrecht aangedaan. Dus nu ben ik een decoder. Decoding is een nieuwe manier waarop gewone mensen zoals ik kunnen helpen om schendingen van mensenrechten tegen te gaan. Om dat te doen gaan we door documenten, beelden en gegevens die Amnesty aanbiedt op haar online platform. En kijken we of we dingen kunnen aanmerken waarvan Amnesty denkt dat ze niet in orde zijn, zoals dit corrosiegat. En dan wordt mijn kleine bijdrage toegevoegd aan duizenden anderen. Nu hopen we dat lokale gemeenschappen deze gegevens zullen gebruiken om oliebedrijven verantwoordelijk te stellen. Word jij ook een decoder?